Ik krijg nogal wat vragen voor de instellingen voor een Thrustmaster T300 RS op de PlayStation 4 met Dirt Rally. Ik heb deze gevonden op het Project Cars Forum en alle kudo's gaan naar Rocco TTS. Je kiest voor controls. Dan ga je naar Advanced Wheel Settings en kies je Calibrate Device. Zorg dat je stuur op 1080 graden omwentelingen staat. Draai je stuur helemaal naar rechts en druk op een knop. Daarna draai je stuur helemaal terug, dat hij weer in het midden staat. En daarna draai je hem weer naar rechts, precies 90 graden. En dan zal hij aangeven 1080. Dan druk je op een knop en dan is je stuur goed gecalibreerd. Dan moet je nog eventjes je pendalen doen. Dan druk je je pendalen helemaal in. Druk nogmaals op een knop. En dan zeg je Apply Settings. Het volgende wat je doet is je zet de soft lock zet je aan. Dat zorgt ervoor dat elke auto natuurgetrouw 1-op-1 met je stuur klopt. En dat rijdt dan ook wel zo prettig in het spel. Als het nou is dat je de game graag uit de cockpit view speelt. Dan wil je natuurlijk graag dat jouw stuurbewegingen precies kloppen met de stuurbewegingen die je maakt met je stuur. En dat dat op het beeld ook klopt. Daarvoor ga je naar Profile. Kies je Game Preferences. Dan ga je eventjes helemaal naar beneden. En dan heb je Cockpit, Driver en Wheel. En die zet je op Wheel Only. En dan kloppen je instellingen helemaal. Vervolgens ga je hier weer uit en ga je weer terug naar Options en Extra's. En dan gaan we de Force Feedback instellen. Daarvoor kies je Vibration en Feedback. Vibration en Feedback zet je aan. Self-Aligning Torque zet je op 125. Wheel Friction zet je op 15%. Tire Friction zet je op 150. Suspension zet je op 150. Tire slip zet je op 150. Engine zet je op 150. Collision zet je op 150. Softlock op 150. En steering en center force zet je op 100. Wat je vervolgens kan doen is deze preset even 7. En dan kan je hem daarna gewoon inladen. En dan staat hij altijd goed ingesteld. Wat ik zelf wel heb gedaan bij Advanced Wheel Options is de steering saturation op 95% gezet. Ik weet niet of dat standaard in de game al zat, maar ik denk ik zeg het er toch wel bij. Wat ik zelf erg prettig vind werken is de handbrake op R2 zetten in plaats van een rondje. Omdat het gewoon eventjes prettiger rijdt. Ik zou zeggen, probeer deze settings uit. Ik vind hem heel realistisch en natuurgetrouw overkomen. En ik zou zeggen, be brave.